harte welkom, een nieuwe aflevering van het Koetshuis met twee gasten, onder andere uit Neder-Betuwe van gemeentebelangen, Rudine en Mimi. Mimi Günther is het, hè? Ja. Gemeentebelangen, hoe lang ben jij al actief in die politiek daar in Neder-Betuwe? Als raadslid 13 jaar en als lid van de fractie al heel erg lang 30 jaar. Vanwaar die betrokkenheid als het gaat om die politiek? Daar ben ik heel langzaam ingerold. Ik kwam uit de oude raad van de school, heette toen nog oude commissie. En dat was in de vorige gemeente? In de vorige gemeente Kesteren. En toen zeiden ze, nou heb je tijd over. Dat is wel leuk misschien om bij ons te komen. En dat heb ik toen gedaan. En dat duurde heel lang. Toen heb ik nog een paar jaar in het bestuur van de SVB gezeten. Wat was dat, SVB? De Stichting Woningbeheer Betuwe in Linden. En dat ging toen over, werd geprivatiseerd. En dus toen werden wij allemaal ontslagen. En toen ben ik weer helemaal teruggegaan naar gemeentebelangen. En toen kon ik me daar voor 100% inzetten. Altijd bij gemeentebelangen geweest? Altijd bij gemeentebelangen geweest, en ja. Waarom niet bij een bijvoorbeeld landelijke partij? Nou, omdat ik zelf zo in elkaar steek dat ik graag iets voor onze eigen inwoners wil betekenen. Maar dat kan natuurlijk bij het CDA ook. Ja, als ik vanmorgen de krant weer lees niet, dan maken de landelijke partijen alleen nu eigenlijk een beetje misbruik van de gemeentelijke verkiezingen om zichzelf te promoten. En dat is iets wat ik helemaal niet met mezelf bij thuis voel. Ik wil zo graag iets voor gewoon de man, de vrouw in ons eigen gemeente iets kunnen betekenen. Nou, je hebt de lijsttrekker meegenomen van gemeentebelangen, Rudine Berends. Vanwaar jouw betrokkenheid bij die politiek? Nou, ik ben natuurlijk sowieso betrokken vanuit. Ik ben ambtenaar, om te zeggen, bij de gemeente Buren. Dus van daaruit is de politiek natuurlijk ook heel dichtbij. En nou, Mimi heeft mij gevraagd van, wil je niet bij gemeentebelangen komen? En ik heb daar een paar jaar meegedraaid en de afgelopen 4 jaar ben ik dan fractievoorzitter van gemeentebelangen. Ja, en ik vind het belangrijk, laat me zeggen, dat we een tegengeluid laten horen in Neder-Betuwe. En dat we opkomen. Tegengeluid? Ja, een tegengeluid. Waar tegen? Nou, tegen de huidige coalitie, omdat die... De huidige coalitie bestaat uit SGP, VVD, CDA. Ja, klopt. En je ziet dat ze de afgelopen jaren vooral ook ingezet hebben voor bezuinigingen. En op zich is dat niet verkeerd, hè. Soms is dat ook gewoon hard nodig, want we hadden toen natuurlijk ook te maken met crisistijd. Maar je kunt ook goed kijken van waar bezuinig je dan op. En onze voorkeur ging met name uit op bezuinigen die, dat je goed kijkt naar mezelf, de verbonden partijen. Kun je daarop bezuinigen? Kun je dingen efficiënt doen? Kun je, laat me zeggen, kijken of je met aanbestedingen voordeel kan behalen. En dan zie je eigenlijk dat waar hun dan de bezuinigingen op doen, is vooral op cultuur en op sport en op een aantal onderwerpen die ons hart ons dichtbij staan. Dus niet, niet zozeer op stenen, of op de mensen, maar op stenen en ja. Ja. Wat heel erg opvalt, lage lettertijd in de regio, ja, dat is een groot ding, hè? De laagste van... het hoogst, moeten we zeggen, van heel Nederland in rivierengebied. Speelt natuurlijk ook in Neder-Betuwe. Toch is er bezuinigd op de bibliotheek. Ja, nou, het besluit moet nog genomen worden, maar er was wel, het college had een voorstel gedaan met bezuinigingsmaatregelen. Ja, ik bedoel ook het voorstel. Ja, en daar vonden de coalitiepartijen van dat er vooral bezuinigd moest worden op de bibliotheek. Nou, wij deelden die mening niet, want je gaat niet bezuinigen op iets wat je al niet goed doet. En we vinden ook... als je kijkt ook naar hoe de bibliotheek functioneert, is gewoon een van de beste van Nederland en ook een van de goedkoopste van Nederland. Dus waar kun je dan nog bezuinigingen halen? Nou, dat blijkt ook wel. Nu ligt er een rapport inmiddels voor waaruit blijkt, de bedoeling is dat we nu wat meer kunnen kiezen. We hebben een basispakket en daarnaast kun je een aantal pakketten aanvullend kiezen. Nou, als je hetzelfde zou willen als wat we hadden, dan ben je nu waarschijnlijk nog gewoon duurder uit. En dan denk ik van ja, dat zijn dan de verkeerde besluiten die door onze coalitie genomen worden. Ja. Mimi, kun jij een aantal voorbeelden noemen gewoon uit de praktijk? Want je bent een praktijkmens. Als het gaat om die laaggeletterdheid, want het is misschien nog een beetje ver van mijn bedshow, maar concreet komen mensen natuurlijk van alles en nog wat tegen. Kom je die gewoon ook tegen? Ja, omdat er geen waarde zo in wordt aangehecht. Want het is altijd zo dat er tegen jongetjes wordt gezegd, ah joh, je hoeft niet te leren, je kunt altijd een boomkweker worden. Maar dat geldt tegenwoordig, gaat dat niet meer op. Want tegenwoordig voor een boom kweken zul je je ook moeten scholen. En zul je tegenwoordig ook geletterd moeten zijn. En dat vind ik toch wel een beetje jammer. Dat daar een beetje makkelijk overheen wordt gestapt. Dat die scholing
zo belangrijk is voor je hele jeugd, voor je toekomst, voor de jeugd die eraan komt. Want de jeugd blijft onze toekomst. En als wij dat niet meer gaan stimuleren, dus en een bibliotheek weghalen. Want lezen is nog altijd de beste manier om te gaan, leren. Want dat moeten we gewoon leren, hè? Leren. En dat leer je pas als je goed kan lezen. En daarom is voor mij al die dingen zo belangrijk. Niet voor mij alleen, voor onze hele partij. En voor vele mensen gelukkig in onze gemeente die daarachter staan. Investeren in mensen dus. Dat zegt gemeente Belangen Neder-Betuwe. Noem nog eens een paar voorbeelden. Investeren in mensen. We vinden het belangrijk dat de leefbaarheid in de dorpen blijft. En daar was de bibliotheek natuurlijk een voorbeeld van. Maar ook dat onderwijs. Is ook natuurlijk sociaal gezien. Maar ook sociaal gezien, hè, ja. Dat er voldoende evenementen ook worden georganiseerd. En we zien dat ook straks de voorwaarden, voor een vergunning steeds lastiger worden. En we willen juist dat vrijwilligers worden gestimuleerd om dingen te organiseren voor onze inwoners. Dus daar zijn we wel voorstander van om daar eens te kijken, kunnen we daar deregulering toepassen, minder regels. Wat we ook belangrijk vinden is natuurlijk gewoon de woningbouw, dat er voldoende woningbouw blijft voor alle doelgroepen in onze gemeente. Dat zijn een aantal speerpunten die wij wel op ons programma hebben. Zijn er nog meer speerpunten waarin jullie onderscheidend zijn ten opzichte van de gevestigde orde, als ik het zo even mag noemen? Met name het groen. Groen is natuurlijk al heel lang een onderwerp van gesprek. Dat is ook onze wat, inwoners. Wat in Tiel speelt en nog veel meer gemeentes. Ja, en de AVR heeft dat natuurlijk overgenomen. En dat, je ziet gewoon dat de afgelopen jaar het onderhoud niet naar tevredenheid is opgepakt. En je ziet nu dat het allemaal weer wat beter gaat. Maar je ziet wel dat je kunt daar wel extra geld in gaan stoppen. Maar de vraag is ook, heb je de afspraken die eronder liggen, is wel eens goed, heb je die nagekomen? En daar zit ons punt vooral. Je moet eerst zorgen dat je afspraak nakomt. En als die afspraak niet helder is, dan ga je daarover met elkaar in gesprek. Maar je gaat niet gelijk zeggen, we gaan naar een ander niveau. En vervolgens gaan we daar weer heel veel geld naartoe brengen. En wij vinden dat je daar heel serieus naar moet kijken. Want we hadden dan bijvoorbeeld bij de bezuinigingen liever gehad dat het naar verenigingen was gegaan. Dus ja, die keuzes blijven elke keer heel lastig. Mimi, was het vroeger allemaal beter? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar toen werd er toch iets meer geld ook makkelijker besteed als sport, cultuur. En dat staat nu toch wel op een vrij laag pitje. Want omdat deze coalitie, die hecht daar veel minder waarde aan. Als dat we dat vroeger was de coalitie, de stemverdeling was beter verdeeld. We hadden de Partij van de Arbeid was even groot als als de SGP. De Partij van de Arbeid kon bijvoorbeeld met gemeentebelangen en het CDA een coalitie vormen. Maar dat is allemaal onmogelijk geworden. Dus iedereen is eigenlijk in eerste instantie is altijd de SGP aan bod. Want dat is de grootste partij. En daar zul je dan toch aan moeten passen. Wil jij een fatsoenlijke coalitie gaan vormen met elkaar? En daar zitten wij wel eens lijnrecht tegenover. We zijn het ook wel eens met sommige dingen eens, hoor. Ja, want je moet het uiteindelijk samen doen. Je moet het samen doen, maar wij zijn erg voor sport. Wij zijn erg voor cultuur. Toen de fanfare in Opheusden geen bestaansrecht meer had, was voor ons verschrikkelijk. Dat vonden wij erg, want je haalt het hart uit het dorp. Ja. Ja, en als je dan kijkt ook dat een sportkoepel Neder-Betuwe die juist bedoeld is om verenigingen te ondersteunen. En de naam zegt het al, en de naam zegt het al, dan zie je dat zo'n vereniging omvalt. Dat had gewoon veel eerder, betrokkenheid moeten zijn met de sportkoepel. Heeft dat ook te maken met de stroperigheid van een gemeente? Ja, ook wel. En de kwaliteit van mensen? Ja. Of ga ik nu te ver om nou, te zeggen? Nou, dat ga je niet. Want er was op een gegeven moment is er vanuit de gemeente subsidie verstrekt aan de muziekverenigingen. Die kregen een subsidie per jaar en dan moesten ze muziekles aan de kinderen op de basisscholen geven. Nou, ze mochten in ons dorp op één school terecht, alleen op de openbare school. En op de andere scholen mochten ze niet komen. Nou, dan kan jij ook geen jeugd werven. Nee. Want alles bestaat. We kunnen overal over praten met elkaar, maar alles begint. We moeten die jeugd blijven werven. Want dat is die toekomst. Oftewel, kort samengevat, het is ook heel belangrijk in Neder-Betuwe dat men gaat stemmen. En dat is de jullie ligt natuurlijk aan gemeentebelangen. Absoluut. Zeker weten. En zeker de jeugd. Tot slot, willen jullie nog iets toevoegen aan dit gesprek? Nee, ik denk dat we
ons standpunt wel helder hebben gemaakt. Hè, dat we voor onze inwoners staan en dat we ze uitnodigen om ook met ons in contact te treden als er problemen zijn. Ja, en alle nieuwtjes rondom de verkiezingen tot aan die 21ste maart zijn ook te volgen via gldstem.nl. Hè. Daar komen alle berichten op te staan. Daar kun je op alle rust ook nog eens een keer jullie programma's, maar ook van andere partijen nakijken. Ja. Er valt wat te kiezen en er valt ook nog wat te vinden als het gaat om de informatie die je nodig hebt om tot de juiste keuze te komen. Ja. Welke keuze er dan ook is. Ja. Zeker weten. Oké, mag ik jullie danken voor het gesprek? Graag. Jij ook hartelijk bedankt. Bedankt. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.